fout. Nu zijn ze voor mij zeker. Laat je maar buiten staan. Ja, springen Jan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Want er zijn geen stoute kinderen bij. Oh, lekker zeg. Laten we maar doen met de cadeautjes. Dankjewel, Piet. Yeah. Isa. Oh. 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 Alsjeblieft. Zeg dan. Alsjeblieft. Nu valt die Piet wel mee, hè, Bo? Dat is niet meer zo. Zo, groot cadeau. Oh. Oh, die hebben we al. Sorry. Oh. Nee. Ja. Wat was er gebeurd dan? Nou, het was heel erg. Ja, en dat is echt stiekem te lezen hoor. Oh ja, mevrouw de burgemeester. Ik ga even voorlezen. Oh, ja. Ze zijn weg! Gaat gauw pakken! Zo, jongen. Niet gewoon meer! Zo'n Embo! Voor allebei! Ja, wat doen we daarmee? Op welke stapel gaat die? Is er een cadeau voor Rut? Hoezo? Ben je stout geweest? Ontzettend. Ja! Wow! Een paardje! Dora! Het ook? Niet meer. Heb ik moeten verkopen. Oh ja. Hij is opgegeten. Hij staat in Groenlo. Hij staat in Groenlo. Wat jij zegt. Die stoep maar eventjes. Lach. Lang. Goed zo is. Wat we zeker van hem weten, hij houdt van lekker eten. Met z'n allen in het zwembad. Jozef, je vond dat eigenlijk al wat. Vindt het geweldig wat je deed, maar zo niet de hele ellende van de wereld mee. En zeg eens op tijd... Nee! En je... Eén telefoontje naar Spanje. Stuur voor Cas een tas in het oranje. Gelukkig Maarten, kun je zelf veel beter een auto kopen. Dat doe je goed, je hoeft er niet eens voor naar een bank te lopen. Sint en Piet. Goed zo! Nou, ik vind het een briljant. Kijk, dit zijn de papieren, Joost, die verfrommel je niet. Je moet wel een enorme domme koe zijn. Ja, dat vonden wij ook. Ik ken het al. Jij kent het al. Nee. Nee, moet ik hem niet vaststrekken? Hey, hey. Oh. Mama! Het publiek mag wel een beetje klappen, vind ik. Ja, ja, vind ik zo. Oh, hey!